Daily Minutes nummer 1514 met een uitzending van vandaag 3 januari 2019. Dit is het bulletin van donderdag. Ik zal opnieuw proberen om de zaak zonder fouten in te spreken. Ik hoop dat het lukt, want dan kan ik mijn tijd besparen om niet te hoeven te monteren. Vandaag was opnieuw een superdrukke werkdag, dus ik maak vandaag een iets wat aangepaste versie van de uitzending van gisteren, maar wel met wat aardige uitbreidingen. Ja, ik heb het lange item over 23 centimeter dat ik gisteren uitzond, daar zat eigenlijk best wel veel tijd in om te maken, dus het is ook wel redelijk om dat nog een keer uit te zenden. Wat de data betreft ga ik nog verder met wat tests met 8 PSK. Ik wissel vandaag tussen langzame en snelle modus om te kijken wat wel en wat niet door het audiokanaal heen komt. 8 PSK 1000 lijkt echter helaas niet te werken. Ik weet nog steeds niet waardoor dat precies komt. Ik herhaal ook de DRM-afbeeldingen van gisteren, die eigenlijk gisteren ook al een herhaling waren, maar het lukte bij Peter gisteren niet en ik wil nog zelf eens kijken of bepaalde risico's zitten aan bepaalde instellingen. Ik heb één nieuwsitem vandaag. De nieuwste antenne van China is 5 keer zo groot als de stad New York. China heeft een reusachtige experimentele radioantenne gebouwd op een stuk grond van bijna 5 keer zo groot als de stad New York. Dat melden onderzoekers die betrokken zijn bij het nogal controversiële project. De bouw van, het zogenaamde WEM-project, Wireless Electromagnetic Method, de bouw duurde 13 jaar. Onderzoekers melden onlangs dat het eindelijk ook zover is dat op extreem lage frequentie golven kan worden uitgezonden, die ook bekend zijn als ELF-golven. Deze golven zijn door het aan de Wereldgezondheidsorganisatie gelieerde internationale agentschap voor kankeronderzoek in verband gebracht met het eventueel veroorzaken van kanker. Hoewel het project voor civiele toepassing is opgezet, officieel tenminste, het zal worden gebruikt voor de detectie van aardbevingen en voor mineralen en het maakt deel uit van het 11e vijfjarenplan van China, zou het ook een cruciale rol kunnen spelen in de militaire communicatie. Wetenschappers hebben gemeld dat de uitzendingen door een onderzeeër nog kunnen worden opgepikt die zich enkele honderden meters onder de zeespiegel bevinden, waardoor het risico dat het voor zo'n vaartuig vormt om steeds voor de communicatie dicht bij de oppervlakte te moeten zijn afneemt. In 2010 al communiceerde een Chinese nucleaire onderzeeër voor het eerst met succes vanuit de diepzee, waardoor China het 4e land ter wereld is met een dergelijk onderzeecommunicatiesysteem. De 2 andere landen die nu nog zo'n systeem hebben zijn Rusland en India. De VS legde in de jaren 70 een soortgelijk communicatienetwerk stil. Dit onderwerp is losjes gebaseerd op een artikel op southgateasc.org dat als bron de South China Morning Post uit Hongkong gebruikte. Het verhaal in de Hongkongse krant bevat een aantal aannames die dicht tegen conspiracy theory aanzitten. Hoe noem je dat? Conspiracy theory. Omdat die onbewezen zijn wil ik ze niet gebruiken. Daarnaast bevat het artikel op southgateasc.org een aantal zaken die eerder opinie genoemd kunnen worden dan letterlijk nieuws, dan feitelijk nieuws. En de beide artikelen bevatten enkele feitelijke onjuistheden, met name rond het aantal landen dat deze technologie gebruikt of gebruikt hebben. Opinie heb ik weggelaten en de onjuistheden heb ik in dit item correct weergegeven. Gaan we nu verder met de tekst van gisteren. Na de uitzending ben ik QFVOPI3XTV via Echolink voor mogelijke inmelders en ook via de ether. Dit is het bulletin van woensdag. Nou eens even kijken of we dat redden. Ik ben begonnen met de tekst van vandaag een iets wat korte uitzending, maar dat is niet gelukt. Het is een vrij uitgebreide uitzending en ik moet hem nog helemaal inspreken en het is nou 7:15 geweest. Het is in tegenstelling tot de meeste jaren zakelijk erg druk deze eerste dagen van het jaar. Dus ik had gedacht van ik ga wat improviseren, maar ik had heel veel inspiratie. Goed, wat de data betreft, ik test vandaag iets wat ik al eerder had willen proberen. Toen ik een maand of zo geleden mijn audio interface verving, voor een wat goedkoper interface, toen kwam 8 PSK 1000 er niet meer doorheen. En sindsdien heb ik een veel betere audio interface in gebruik genomen. Dus vandaag een paar stukjes in 8 PSK 1000. Ik denk dat ik binnenkort de mannen in Nieuw-Zeeland een mailtje stuur om meer te weten te komen over de videosoftware. Misschien hebben ze zelf al iets kant-en-klaar op de plank liggen. Er zijn ook nog een aantal andere programma's, daar wil ik ook nog eens mee experimenteren. Dus experimenten genoeg nog. En ja, ik ben vanavond QFV op PI3XTV. Op Echolink is dat PI3XTV-R met nodenummer 979350. Dus PI3XDV-R met op Echolink nodenummer 979350.
Ja, misschien dat ik wat minder uitgebreide data moet uitzenden en ook de uitzendingen door de week weer in de buurt van de 10 minuten moet houden om het inmelden via XTV wat meer praktisch te maken. In elk geval geef ik nu de inmelders op PI3XTV weer voorrang op de chat en op wokka.be in plaats van andersom, zoals ik dat vanaf 1 oktober heb gedaan. Ja, ik maak geen... ik monteer de versprekingen er niet uit. Overal zie je dat er bericht wordt over de wijzigingen van de Belgische vergunningen en dan gaat het over CEPT en over de Novus-vergunningen. Wat echter overal onderbelicht of meestal zelfs onbelicht blijft, bij vooral al die berichtgeving, is dat het maximale zendvermogen op 23 centimeter in België in de nieuwe voorstellen gaat van maximaal zendvermogen, dat overigens iets omhoog gaat, naar slechts 20 watt als enige band. En dat is wel een beetje treurig. De maatregel is ingegeven door de vrees dat het Europese navigatiesysteem Galileo kan worden gestoord door zendamateurs. Toen in eerste instantie werd aangegeven dat Galileo een groot deel van de amateurband zou gaan bezetten, toen werd alom gewezen op het feit dat Galileo met gespreid spectrum werkt en dat in elk geval de smalbandmodus op 23 centimeter daar geen storing zouden kunnen veroorzaken. Mogelijk lag dat voor ATV anders, zo werd er gezegd, maar daar moest dan wel een oplossing voor te vinden zijn. Dat was in zowel de kringen rond ESA als in amateurkring. Ik schreef in die tijd veel over ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Maar bijvoorbeeld de mensen die ik er in het Veron HB destijds over benaderde, die zeiden dat het zo vaart niet zou lopen en dat er aan gewerkt werd. De huidige 23 centimeter amateurband is ook nu al secundair en loopt van 1240 tot 1300 MHz. Een jaar of acht geleden veranderde hoe door de IARU naar de allocatie van Galileo werd gekeken. Men besloot daar om behalve in te zetten op behoud van de huidige band een alternatief plan te bedenken door in te zetten op een stuk van 1300 tot 1310 MHz. Dus net boven de huidige allocatie voor het geval de hele huidige 23 centimeter band voor amateurverkeer verloren zou gaan. Dat zou echter nogal een teruggang betekenen. In een aantal landen is bijvoorbeeld 13 centimeter ook niet meer amateurband. Maar op 23 centimeter zou bijvoorbeeld in die 10 megahertz zo goed als geen ruimte meer zijn in de band voor ATV. En in mindere mate ook niet voor hamnet. En de huidige FM repeaters met een comfortabele repeater shift, waardoor goedkope en makkelijk te maken repeaterfilters te maken zijn, die behoren dan ook tot het verleden. De toewijzing van 23 centimeter voor Galileo heeft een militair-politieke reden. De komst van Galileo kent een bestaan met hoge pieken en diepe dalen, met name door de opstelling van Frankrijk. Het hele systeem kost enkele miljarden, dus dan ben je ook wel wat voorzichtig en kieskeurig. De eerste plannen die dateren van voor de Tweede Oorlog in Irak. En waarschijnlijk door de hoge kosten begon Frankrijk toen de motivatie wat te verliezen. En de rest van de landen in Europa liepen toch al niet al te warm voor het initiatief. Er was toch immers al een GPS-systeem dat uitermate goed voldeed. Die houding veranderde door enkele gebeurtenissen, waarvan er eentje de inval in Irak was, waarbij uiteindelijk Saddam Hussein werd afgezet. Rondom die inval werd het gebruik van GPS voor burgertoepassing in het gehele gebied onmogelijk gemaakt. Het militaire deel bleef wel werken, dus de Amerikanen konden het zelf wel gebruiken. Het gold geheel Irak, maar ook een flink stuk van het omliggende gebied, waaronder een stuk van Syrië, uiteraard Kuwait, een flink stuk over de grens in Iran en het oosten van Turkije. Met name Frankrijk schrok hiervan wakker. Die hadden ineens weer de volle aandacht voor het project terug. Bij de oorspronkelijke plannen voor Galileo was overigens geen sprake van het gebruik van de amateurband op 23 centimeter. Men gebruikte exact dezelfde band als het Amerikaanse GPS-systeem. Dat was ook een belangrijk argument voor het project. Op die manier zouden de Amerikanen namelijk niet het Europese navigatiesysteem kunnen jammen, zonder dat ze hun eigen GPS voor burger en militair gebruik onmogelijk zouden maken in het gebied. Dit schoot vervolgens de Amerikanen falikant in het verkeerde keelgat. Het was lang voordat WikiLeaks en Edward Snowden faam maakten. En toch heb ik uit die periode documenten gezien waarbij bijvoorbeeld vanaf de Amerikaanse ambassades in Europa de Europese regeringen de wacht werd aangezegd. En werd gezegd als dit plan zou doorgaan, dan zou dat zeker zware gevolgen hebben. En onder die druk bezweken vervolgens Frankrijk en de andere Europese landen. Echter, ze konden zich met alle grootspraak op dat moment, terwijl het belangrijkste argument voor de uitvoering ervan verdampte, al niet meer terugtrekken uit het miljardenverslindende prestigeproject, waarvan er naast de Amerikaanse dus ook al een Russisch en het Chinese variant zijn op het moment dat Galileo voor algemeen gebruik kan worden ingezet. En dus werd onder invloed van de Amerikanen, onder zware druk van de Amerikanen, de frequentiekaart van Galileo aangepast. Het systeem werkt nu op andere frequenties dan het Amerikaanse, waardoor die, als het ze belieft, het systeem onderuit kunnen halen zonder hun eigen navigatie onmogelijk te maken. In eerste instantie was er sprake van dat op 23 centimeter een gedeelte onderaan gereserveerd zou worden voor betaalde gebruikers en het stuk daarboven tot 1300 MHz voor gebruik door de Europese inlichtingendiensten van het navigatiesysteem.
Het Chinese wereldwijde navigatiesysteem, onder andere bekend als Kompas, werkt overigens ook in de 23 centimeter band. Dat systeem bezet daar echter een veel minder groot stuk van de band. Je kunt trouwens over Galileo ook positieve zaken vertellen. Nou ja, als centamateur misschien niet, maar Galileo is het enige van de vier soortgelijke navigatiesystemen dat niet primair vanuit een militaire gedachte is opgezet en ook niet door een militaire organisatie. Het is daardoor een veel meer open systeem dan de andere drie. Daarbij is er bij met name GPS het effect dat het systeem enigszins last heeft van de wet op de remmende voorsprong. De mensen bij Galileo hebben geleerd van de dingen die bij de andere navigatiesystemen niet helemaal ideaal zijn. Deze tekst zal vanaf vanavond ook te lezen zijn op www.pa0ete.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
telefoon naar de tour.